Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Het is eigenlijk gewoon avond, joh. Dus even kijken hoe laat het is. Zijn we met jullie? Ja, we gaan gewoon even kijken hoe laat het is. Het is nu alweer, kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, hè. Kijk, bijna half. Waar ik alweer kwart voor zeven. Het is hier al behoorlijk. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is genoeg aan de hand. Maar oké. Ik wil jullie wel al heel veel alvast. Heel veel kijkplezier wensen. Ook al is het alweer bijna kwart voor zeven. Ja. Lekker in de trein, Amsterdam. Iets leuks doen. Kijk waar we uitkomen. Neem je lekker mee. Oh, lekker Amsterdam, Sloterdijk. Aan hier plezier maken. Het is lekker weertje voor. Klein wandelingetje. Gaan het park in. Weer een leuk treintje. Trein, lodge, hostel. Lekker slapen in de trein. Ziet er best leuk uit overigens. Ik zal jullie even laten zien. Ik kan hier ook nog eten. Koffie, biertje. Ja, het er gekleurd op. Dat is wel leuk. Een terrasje erbij. Oké, hier allemaal. Wauw. Het is een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Dus even zoeken voor mij. Maar we komen er wel uit. Kijk, donker, donker. Ja, weet je nog? Ja. Oeh, donker. Duister praktijken. Even kijken. Ja, dit is een stukje nostalgie. Dit is het oude postbankgebouw. En even kijken hier. Die etage. Is nu helemaal open. Daar mocht ik vroeger werkzaamheden verrichten. Voor de bank. In de tijd. Dus dat voor mij is nu een stukje nostalgie. Westerpark. Lekker getraind. Het is lekker druk hier. Nu even niet. Er is altijd genoeg te doen. Mooi fonteintje in de achtergrond. Hier hebben we wat water getapt. Er zit nu iemand te drinken. Dat is erg handig. Dat zou ze in andere steden ook moeten doen. Gewoon even een fonteintje neerzetten dat je kan drinken. Parkje. Heel leuk. Het is prima weer. En straks naar de andere locatie. Ja, even de nabespreking op de B-locatie. Even lekker bij het fonteintje. Bij het station in de buurt. We hebben hier een nijlgans. Geloof ik. Iets. Maar ja, even nog de nabespreking gehad, zoals ik zei. En we gaan ervoor. Binnenkort komt er weer wat meer informatie over. En dan zien jullie het vanzelf wel. Ja, toen waren we in Hoofddorp aangekomen. Kijk wat ik kan laten zien. Ja. Dat is Hoofddorp. Ja, daar. Hierachter. Kijken. Ja. De bedoeling was eigenlijk dat ik Schiphol zou overstappen naar Den Haag, Intercity. Maar die rijdt niet. Dus nu eventjes 10 minuten hier wachten tot de volgende sprinter naar huis gaat. En dan zien we verder. Het is prima weer, het is droog, het is lekker. En ja, het enige is wachten. Maar zo is het leven, wachten. Nou, ik ga het lekker makkelijk maken. Ik heb aardappelschotel. Kijk, kunnen jullie ook wel zien. Ik wil even nou niet scherp stellen. Hoi, dit doe ik het even zo. Nou. Kom, scherp dom ding. En dan doe ik nog lekker dit erbij. Ja,
ga ik even maken. Precies. En zoals gewoonlijk gaat er gewoon inderdaad wat Jorik op continu zegt. Ik wil iedere keer een andere naam noemen, maar kijk. Waar je kop maar bij vol zit. Dat zeggen ze altijd. Nou, dit is dus currypoeder. Ja, en scherp. Hij maakt even een scherp. Maken. En mijn paprika poeder. En als ik lukt en kan, van peper. Ja, nou, kijk, ik weet niet of jullie het dan kunnen blijven zien hoor. Even omdraaien. Nee, het niet. Als ik het zo doe dan. Nou ja. Dan gaan we even roeren, ombreien. Nou, dat ziet er al lekker uit, toch? Ja, toch. Ja, deze is inderdaad heel nieuw in mijn racecamera vloggen. Want ik vlog dus nu even op dit moment met de Canon EOS 600D. Ja. Want Roderick heeft de vlogcamera mee, want die is aan het filmen in Amsterdam. Voor een projectje. Dus ja, moet allemaal maar ook gebeuren, toch? Elkaar een beetje vrij laten. Ook wel een keertje lekker. Kijk, die ligt lekker op een popcorn. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar er is genoeg aan de hand. In de week. En nee, dat is niet altijd even leuk. En ik ga er ook niet naartoe. Ik heb nog geen oproep gehad voor een AED of zo. Dus ik hoef er niet naartoe. Dus dat scheelt alweer. Het is wel heerlijk weer, mensen. Echt. Kijk eens aan hoe lekker weer het is. Zonnetje schijnt. Ja, en ik ben een beetje laat met vloggen. Ik weet het. Maar ja. Zoals jullie weten heb ik dus last van de spit in mijn rug. Dus ja, dan is het heel veel even weer liggen en dan kom je heel weinig aan vloggen toe. Dus ik had nu even mijn kans. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik pak gewoon weer mijn fotocamera en dan ga ik er lekker mee vloggen. Ja, en dan ga ik even lekker met eten verder bezig. Ja, toen was mijn eten alweer klaar. Kijk, als ik helemaal ga inzoomen, dat werkt niet. Nee. Dus ik ga lekker even opschappen en dan ga ik eten, mensen. Ja, dan ga ik even eten. Ik dacht het wel. Ja. En wat gaan jullie eten? Of wat hebben jullie gegeten? Laat het even hier even onder. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Ik zeg, eet smakelijk. Oh ja. Hallo. Eet smakelijk.